Je weet dat jouw prachtige schoenen van Amerikaans merk zijn. Ja, maar ja, ben ik als trots op hoor dat ik Nike draag. Ja, denk jij nou? Ik wil het eigenlijk hebben over zaterdag, de dag voor de finale. Hoe bereid je op zo'n dag voor? Doe je speciale dingen? Nee, we hebben eigenlijk gewoon een dagindeling die vanuit de staf wordt gemaakt. En daar houden we ons gewoon lekker aan vast. Ja, het is gewoon heel ontspannen, niet te veel. En ja, gewoon vooruit kijken op de wedstrijd. Ja. Doe jij specifieke dingen zelf in ontspanning bijvoorbeeld? Niet echt. Ik kijk gewoon lekker een serietje of iets. In ieder geval wel dat even mijn gedachten van het voetbal afgaan. Ja. Maar ja, niet iets heel bijzonders. En heb je contact met het thuisfront? Nou, mijn thuisfront is hier, dus mijn familie is hier aanwezig, dus dat is hartstikke fijn. Ja, ik zag een prachtig artikel, jij zei dat je net dat je eigenlijk niks leest, maar in het Eindhovens Dagblad over Valkenswaard en over jouw oom en dat ze allemaal meeleven met je. Dat moet prachtig zijn. Ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja, ik weet dat Valkenswaard en familie en alles en iedereen heel erg trots is. En niet alleen op mij, ook gewoon op het team en Nederland natuurlijk. En ja, ik krijg af en toe wel wat mee, maar ja, ik probeer het allemaal niet te lezen, nee. Want je missen? Ik mis ze, ja. Ja. Ik zie het aan je. Ja, nou, ik ben hartstikke blij dat ik in ieder geval nog mijn ouders en mijn zus en zo hier allemaal heb. Dus ik ben blij dat ik ze allemaal zie. Maar ja, tuurlijk doet het iets met me als ik zie dat mijn familie zo meeleeft. Kan je de kracht uitputten uit dit voor de finale? Ja, zeker. Ja, ik kan alle kleine dingetjes in de kracht gaan putten. Want ik wil zo graag. Het is gewoon hartstikke fijn dat zij daar ook nog een extra steuntje in zijn. Laatste vraag. Wanneer droomde jij voor het eerst van zo'n finale? Hoe oud was je? Ja, ik heb er eigenlijk nooit echt over nagedacht toen ik jonger was. Maar ja, je speel je wel voor. Ja, sinds het echt serieus is gaan worden met het voetballen, dan denk je alleen maar, ja, ik wil finale spelen, ik wil prijzen pakken. En ja, zeker na het EK, toen dacht ik echt, alles is mogelijk. Succes. Dank je wel.